is like cold red, always falling from my arm. But I don't have to blow your mind. Do you dance all without wasting time? No fire. Heb je deze kant ook bij het lid? Dank u. Alright. De politieke kant weer gelijk van de zin van dat moet gewoon een einde aan gemaakt worden met die motorbanden. En daarom hebben wij ook vandaag de intentie genomen om ook te laten zien dat we wel samen gaan overleggen met de bedoeling van, weet je wel, wij gaan nu vandaag laten zien aan iedereen, weet je, dat het wel kan. En dat wat het afgelopen jaar allemaal is gebeurd met het afgelassen van de Harley-dagen, dat vanaf volgend jaar gewoon weer zijn doorgang moet gaan vinden, want iedereen lijkt er ook. Niet alleen de clubs, maar ook de gewone motorrijders. Precies, die zegt, we hebben de Santodara tegengehouden, de A2, omdat ze hier op de prijs zouden gaan met de LG. Ja, dat heb ik alweer. En als ik dan zeg dat het niet zo is, en Unie zegt het niet zo, ja, dan hou ik wel van. Dit is toch het bewijs al? Kijk, wij willen niet enkel Santodara en Alsenio's, het gaat over de hele motorscene, het gaat over de hele motorvolk hier in Nederland. Dat wij dat aan het publiek willen laten zien, aan het, de politici, aan de burgemeesters, aan de politie, dat er niks aan de hand is, allemaal polder. En verder kunnen we niks verzinnen. Ja. Dit is wat jullie constateren en dit zit. De hand. Ja. Die hebben van tevoren de politie gebeld, die Statudara, of ze mochten komen, die heeft de burgemeester gebeld en toen mocht het. En toen hebben ze elkaar daar een hand gegeven en even verderop ook. Nou, ik heb echt alles gezien en het was echt interessant en ontzettend gezellig. Mooi om meegemaakt te hebben. Heel leuk. Ja, en ik vroeg al wanneer volgend jaar zou zijn en dat wist niemand, want ze zeiden ja, daarvoor is dit jaar, omdat het is afgeschaft. Het werd nergens meer toegelaten, behalve in Apeldoorn. En hier dus. Ja. Dus ik vind, er was niks aan de hand, het kan best nog doorgaan volgend jaar. Oké. Okay. Wat u betreft elke week zo'n party? Nou, elke week. Nee, maar... Eén keer in het half jaar, oké? Oké. Dankjewel. Dankjewel.